Er zijn twee scenario's mogelijk als het gaat over salaris bij een sollicitatie. Je toekomstige werkgever kan jou vragen hoeveel je wil verdienen of ze doen je een concreet voorstel. Begin vooral nooit zelf over je toekomstige loon. Stel dat je de vraag krijgt hoeveel je wil verdienen. Veel is niet het beste antwoord. Zet zeker hoog in, maar overdrijf niet. En dat klinkt misschien wat vaag, maar dit is ook heel afhankelijk van de functie en de sector. Om je te helpen kan je het salariskompas van vacature.com raadplegen om uit te zoeken wat gangbare loonpakketten zijn voor jouw situatie. In het andere geval, als ze jou een aanbod doen, ook al is het een cijfer waarvan jij denkt, wauw, ga je best niet onmiddellijk akkoord. Vraag steeds bedenktijd om het eens goed te bekijken. Een salaris is namelijk meer dan enkel een bruto loon. Misschien zijn er extra legale voordelen die je kan meenemen. Vergoeding overuren, verlofdagen, ADV-dagen, flexibele werktijden, anciëniteit, pensioenverzekering, groepsverzekering, ziekte- en hospitalisatieverzekering, maaltijdchecks, 13e maand, bonusregeling, winstuitkering, aandelenopties. Kortom, maak zelf een pakket wat aanleunt bij jouw behoeften. Het is vooral belangrijk dat je in dit soort onderhandeling je gesprekspartner niet als een tegenstander gaat zien. Als je graag voor dit bedrijf wil komen werken, ga dan op zoek naar een win-win situatie. Een goede tip is om van tevoren voor jezelf een minimumgrens af te bakenen. En deze hoef je niet mee te delen aan je onderhandelingspartner. Onderbouw vooral waarom jij dat salaris waard bent en dat kan je voorbereiden. Zet jouw toegevoegde waarde in de verf. Ik geef je meer tips in het e-book op vacature.com en dan hoop ik dat je met een mooi loonpakket aan die nieuwe job kan beginnen.